Het was ooit de seizoensopener, maar ik ben al lang blij dat we na 2 jaar eindelijk weer terugkeren naar Albert Park, Australië. Een prachtig circuit, vet circuit, maar bovenal een bijzonder tricky circuit. Ik vind het oprecht een van de wat lastigere circuits. Absoluut nog niet zoals Monaco of wat dan ook, maar het is en blijft natuurlijk wel een straatcircuit. Er zijn dit jaar wat aanpassingen, die zitten nog niet in de game. Dus we hebben onder andere nu 4 DRS-plekken en 2 detectiepoorten daarvoor. Dat zit er hier dus nog niet in. Maar waar moet je wel rekening mee houden? Er zijn een aantal dingen. Een aantal hele snelle bochten in, maar waar je ook echt op moet letten zijn de agressieve curbs. Er zitten hier een paar curbs in, die zijn relatief hoog en die hebben echt de mogelijkheid om je auto volledig uit balans te gooien. Dat is dus absoluut iets om rekening mee te houden. Wij racen dus vandaag in de Red Bull van Max Verstappen. Dat doen we vanaf P4. We hebben dus een inhaalrace voor ons. Hopelijk halen we het podium. We moeten ons teamgenoot kunnen verslaan. Die start P3, Checo Perez. En rest mij eigenlijk niets anders dan naar de setup te gaan en vervolgens te racen. Dan gaan we heel even kijken naar de setup. Zoals ik al zei, ik heb die van mij van racinggames.gg. Die passen over het algemeen wel redelijk goed bij mijn rijstijl. Het is een blijvend straatcircuit, dus we hebben een relatief hoge downforce. 7 voor, 11 achter. Kijken we naar transmissie, hebben we 70% voor een goede, redelijke corner exit speed en 55% voor aardig wat rotatie. Kijken we hier naar front camber, volledig naar rechts, rear camber volledig naar links en front toe 6 graden en de rear toe 20 graden. Suspension 4 en 6 met de anti-roll bars op 6-6. Dit zorgt toch ervoor dat de auto nog steeds redelijk stabiel is tijdens snelle bochten, maar ook wanneer je de curbs hit. Front ride height 3 en de rear 7. Maximale stopkracht 100% met de front brake bias van 56%. En de banden 21.4 voor en 23.5 achter. Dit zorgt er simpelweg voor dat we nog relatief veel grip hebben in de bochten. Maar dat hij ook nog gewoon stabiel achterin blijft. De plaats van Perez hebben we gepakt. Alleen nog Hamilton en Bottas voor ons. Deze curve wil je raken. Voor net iets meer rotatie in de auto. We moeten wel gas blijven geven om in de buurt van Bottas te blijven. Het lijkt nog ietsjes harder te gaan. Die hier heeft gebruikt van de overtake button. Normaal DRS zone hier. In totaal 4 dit jaar met de verbouwing van het circuit. Zit nog niet in de game dus. Die mogen we uiteraard gebruik maken van DRS. Ja, dat was een fout van mij. Ik had gehoopt dat ik hem nog daar ernaast kon zetten, maar dat was een aardige inschattingsfout. Oh, verloor ik er bijna. Hoge curbs af en toe kunnen het een beetje lastig maken. Hier een slipstream proberen te pakken.
We kunnen hem bijhouden, maar dichterbij lijkt er ook niet echt in te zitten. Nu een DRS. Geen DRS. Dat is gek. Dat had ik wel verwacht. Met de overtake button. En we hebben hem. En de DRS. Taxi poortjes natuurlijk eerder. Kijken of we de jacht kunnen openen op Lewis Hamilton. De rest is wel bijna leeg. We zullen hier moeten gaan verdedigen. Erg gevaarlijk die curb dus. Alsof we niet al eerder gewaarschuwd waren. Hier is zo vroeg mogelijk op het gas natuurlijk. Iets te voorzichtig gedaan, waardoor we nu weer moeten verdedigen. Daar zijn we Bottas. Dus Hamilton, die lijkt dus even verdwenen. We zullen voornamelijk achterom moeten kijken. En daar hebben we de curve ontweken. Je ziet dan wel gelijk wat voor een verschil dat maakt. Een klein beetje ERS gebruiken. Ben niet heel sterk in deze bocht. Maar het is genoeg. Voordat ze bochten en daar zijn we. Oei, de tweede plaats van Max Verstappen. Ik heb het alles gegeven, maar zat helaas niet meer in. Toch een aantal behoorlijk zwakke plekken voor mezelf op dit circuit. Wel driver of the day geworden, van P4 naar P2. Zoals ik al zei, niet makkelijk dus. Ik rijd met relatief hoge downforce, dat heb ik ook wel nodig, dat zie je ook wel.
Probeer vooral echt die hoge agressieve curbs te vermijden. Het zorgt voor mij in ieder geval altijd dat ik regelmatig daar goed de fout in ga. De spin zit er dan voornamelijk in, zeker naar het lange rechtstuk. Maar dit is Australië. En wat is mijn voorspelling voor dit weekend? Blijf natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Maar als ik het moet gaan zeggen, dan ben ik toch bang dat Charles Leclerc dit weekend weer op P1 staat. Red Bull heeft een grote update meegenomen, zeggen ze. Ze hebben in ieder geval 7 kilo kunnen kwijtraken van hun auto. Dus ik denk Max Verstappen op P2. En dan zet ik Carlos Sainz op P3. We gaan het zien. We moeten vroeg opstaan. De race is volgens mij al 7 uur in de ochtend. Ik heb mijn wekker in ieder geval al gezet. En ik wens jullie heel veel plezier bij de race. Tot de volgende keer. Ciao.